Welkom bij de connectiemethode. Deze keer wil ik het hebben over jachtgedrag van honden. We gaan inzicht verwerven over wat jachtgedrag precies is en hoe we op een goede manier met dat jachtgedrag of dat talent van onze honden kunnen omgaan en wat we kunnen doen om te voorkomen dat de jachtpassie van onze hond ontspoort en dat we er geen controle over hebben. Met andere woorden, hoe zorgen we ervoor dat onze hond met ons in connectie blijft en naar ons blijft luisteren? En eigenlijk moeten we eerst eens hebben, wat is jachtgedrag? Jachtgedrag is eigenlijk natuurlijk gedrag die bijdraagt tot het overleven van een hond. Het is eigenlijk een soort zoekinstinct, het gaan zoeken naar eten, om zo natuurlijk, als je eten te pakken krijgt, als een hond eten te pakken krijgt, dan is hij voldaan en dan komt hij weer tot rust. En honden hebben een doe-modus en een zijnsmodus. En op natuurlijk vlak gaan honden vooral in die doe-modus om voeding te vinden. Maar de doe-modus bij honden die vanuit natuurlijke behoeften, die bestaat eigenlijk uit drie belangrijke patronen. En het eerste patroon is het zoeken naar eten, dus het jachtgedrag. Het tweede patroon is voortplanting, om te kunnen overleven en de soort te laten overleven, is voortplanting natuurlijk ook heel belangrijk. En dan heb je nog een derde patroon en dat is het beschermen en het verdedigen van zichzelf en van de sociale groep, van de roedel. Ja? Dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijke gedragspatronen, natuurlijke gedragspatronen van alle honden. Hè? En ik kom daar straks op terug. Want dat gaat ons iets vertellen over hoe dat het komt dat sommige honden vooral en heel gevoelig zijn om via dat jachtgedrag te functioneren. Het jachtgedrag van honden, dat wordt gestuurd vanuit het oudste deel van de hersenen van onze hond, het reptiele brein. En dat werkt samen met het emotionele brein. Dus wanneer honden bepaalde behoeftes hebben, hebben die gevoelens, komen er emoties. En die emoties die gaan dan het jachtgedrag eventueel gaan activeren. Maar die kunnen ook het voortplantingsgedrag activeren of het gevaarvermijdend gedrag activeren. Dus dat gevaarvermijdend gedrag, dat is dat beschermen van zichzelf en van de anderen in de sociale groep. Dus dat oudste stukje van de hersenen is daar heel belangrijk in en ook de emoties. Als we nu eens gaan kijken naar onze honden die hoeven niet meer te zoeken naar eten. Die krijgen het eten van ons. Dat is een basisnood waar wij verantwoordelijk voor zijn. Maar hoe komt dat dan? Dat onze honden dan toch heel gemakkelijk in die jachtdrift gaan. En zeker bepaalde honden, want dat is eigenlijk de vraag die ik heb gekregen. Iemand heeft een Welsh Springer Spaniel en die zegt, hoe kan ik eigenlijk voorkomen dat mijn hond zelfstandig gaat jagen? En hoe zorg ik ervoor dat ik, als ik mijn hond roep, dat die komt? Dus die Welsh Springer Spaniel, die heeft blijkbaar nogal een passie om te jagen. En wanneer die dan loslaat, die is weg. Oké. Maar zoals ik al zei, onze honden hebben dat niet meer nodig. Dat zoeken naar eten, want ze krijgen het als basisbehoefte toegedeeld door ons. Wel, jachtgedrag is een talent, is eigenlijk een zaadje. En dat jachtgedrag, dat wordt eigenlijk doorgegeven door de ouders en de voorouders. En wanneer we bijvoorbeeld, in de fokmidden spreekt men van showlijnen, sociale lijnen, spreekt men over werklijnen. En wanneer men spreekt over werklijnen, dan heeft men het vaak over honden die vandaag nog worden gebruikt om te jagen, ofwel in de hondensport, in de jacht, in de hondensport worden gebruikt. En dan is uiteraard dat talent, die wordt door die ouders en die voorouders doorgegeven.
Dat betekent dat dan dat talent om te jagen heel sterk aanwezig is. Ja? Maar we hebben gezien dat er nog twee talenten zijn. Het voorplantingsgedrag, ja, dat wordt bij honden alleen maar geactiveerd wanneer er een partner beschikbaar is. Die, en afhankelijk ook van de voorplantingscyclus, hè, wanneer een teefje loops is, dan zal die op zoek gaan naar een reu. En wanneer een reu een loopse teef waarneemt, ja, dan gebeurt er iets heel natuurlijks. Hè. Maar zolang dat er teefjes die loop zijn, wordt eigenlijk het seksuele gedrag, het voorplantingsgedrag, van honden niet geactiveerd. Dus dan blijft alleen nog dat stukje gevaar vermijden over. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Wanneer we een jachthond hebben, en die is bijvoorbeeld vooral gericht op, of is gefokt vanuit de werkkwaliteiten van die hond, dan zal er ook iets heel speciaals zijn. Die honden die leven meestal niet in gezinnen. Die honden leven in kennels. Met andere woorden, het talent om met mensen om te gaan, om sociale relaties te ontwikkelen met mensen, dat kan minder sterk aanwezig zijn. En dat betekent dat dergelijke hondjes dan heel gevoelig zijn voor sociale contacten met mensen. We spreken soms over sociale angst ten opzichte van mensen. En dat komt gewoon omdat die oudere dieren en die voorouders daarvan dat talent niet goed ontwikkeld hebben, niet kunnen ontwikkelen hebben, omdat ze in kennels leven. En dat zorgt ervoor dat ze zich heel snel overprikkeld gaan voelen door sociale interactie met mensen. En ik heb het al gezegd, dat zit in datzelfde systeem en dat wordt ook gestuurd vanuit de emoties met dat reptiele brein, met dat oudste brein. En dat betekent dat de kans erin zit dat honden die nogal angstig zijn voor mensen, die zo niet die sociale vaardigheden hebben echt sterk meegekregen door hun ouders, dat die heel gemakkelijk ontsnappen in die jachtdrift. En dat ontsnappen, waarom spreek ik over ontsnappen? Weet je, angst, gevoeligheid, dat geeft een negatief gevoel. Dat is een pijnlijk gevoel. Wanneer je bang bent, wanneer je niet op je gemak voelt, hè, als hond in een sociale groep met mensen, en wanneer bezoekers en op verkeer en noem maar op, veel sociale interactie komt, dan heeft dat een ambetant gevoel, een negatief gevoel. Dat doet pijn, emotioneel pijn. En dan gaat dat dier, dat wezentje, die gaat op zoek naar een manier om met die pijn om te gaan, met die emotionele pijn, angst, om te gaan. En dan gebeurt er iets. Wanneer een hond dan in omstandigheden komt waar zijn jachtgedrag wordt geprikkeld, hè, dat kunnen geuren van kleine prooidieren zijn, wel, dan gaat die hond beginnen jagen, veel gemakkelijker beginnen jagen. Omdat hij al, vooral via emoties, via dat reptiele brein wordt gestimuleerd. En wat interessant is, is dat terwijl een hond jachtgedrag vertoont, dan ervaart hij een soort euforisch gevoel. Dat geeft een heel sterk, aangenaam gevoel voor die honden. En dat betekent dat zij daardoor die pijn, die emotionele pijn, veroorzaakt door angsten die ze kunnen hebben, dat die wordt verdoofd. Met andere woorden, ze ontsnappen eigenlijk vanuit een negatief gevoel, ontsnappen ze en vluchten ze eigenlijk in een positief gevoel. Maar natuurlijk, dat positief gevoel, dat blijft maar zolang dat ze aan het jagen zijn. We zien dat bijvoorbeeld bij honden die hek zijn van balletjes. De meeste honden die heel hek en bijna verslaafd zijn in het najagen van balletjes. Wel, dat zijn honden die vaak ook diezelfde sociale angst hebben ten opzichte van mensen. En die eigenlijk vluchten vanuit die sociale angst, vluchten naar het jachtgedrag. Dat is wat er gebeurt. Dus jachtgedrag is een natuurlijk gedrag. Sociaal gedrag met mensen is ook normaal. Onze honden zijn allemaal voorbestemd om te gaan met mensen. Zowel jachtgedrag als omgaan met mensen zijn twee talenten. Als het jachtgedrag sterker ontwikkeld is, of het talent sterker aanwezig is dan het talent om met mensen om te gaan,
dan heb je heel veel kans dat die hond heel gemakkelijk zijn jachtgedrift, zijn jachtgedrag gaat ontwikkelen. En voilà, dat maakt het moeilijk. Hè? Want van zodra dat we dan in de natuur terechtkomen, hoeft zelfs niet in de natuur te zijn, onze hond is in de tuin en die wordt dan gefocust op vogeltjes en andere dieren. En die vlucht daarin om met zijn negatief gevoel om te gaan. Oké. Dus dat betekent dat het belangrijk wordt om, wanneer we een hond hebben die gemakkelijk jachtgedrag vertoont, is dat we vooral gaan inzetten op het ontwikkelen van sociale vaardigheden met mensen. Maar dan moet die hond natuurlijk wel de talenten hebben daarvoor. En ik zeg het al, iedere hond heeft die talenten. Maar die talenten die kunnen zo ondergesneeuwd zijn, die kunnen zo diep zitten, dat het heel, heel moeilijk wordt, of zelfs onmogelijk wordt, om die talenten voldoende te laten ontwikkelen. En dat maakt het dan moeilijk. Want hoe meer dat we die talent, dat sociaal gedrag naar mensen zouden kunnen ontwikkelen, hoe meer het verlangen van de hond er is om in connectie te blijven met zijn verzorgers. Met andere woorden, hoe minder snel dat jachtgedrag wordt getriggerd of die behoefte om dat zoeken naar prooien wordt getriggerd. En dat maakt het verschil tussen een hond die, of dat waar je kunt mee gaan wandelen in de natuur, eventueel zelfs zonder leiband, en die naar jou blijft luisteren, of een hond waarmee je gaat gaan wandelen en die volledig uit connectie gaat en die je niet kunt bereiken en die op zichzelf zelfstandig gaat jagen en daardoor eigenlijk een kick ervaart en bijna dwangmatig wordt wanneer hij in zo'n situatie terechtkomt, wanneer hij maar geprikkeld wordt door een geur of de mogelijkheid dat er geuren van kleine prooidieren zullen zijn, voem, dan schiet hij in dat jachtgedrag. Dus, wat is nu uiteindelijk het allerbelangrijkste? Wel, we moeten proberen, als fokkers, moeten we proberen honden te kweken die vooral geschikt zijn om met mensen om te gaan. En wanneer we honden kweken die met mensen kunnen omgaan, dan is het belangrijk dat die honden dan ook in een gezin leven en dat die afkomstig zijn van oudere dieren die in het gezin leven, die niet in kennels leven. Ja? Die dus met andere woorden geen angsten hebben van mensen en die op een hoog niveau samen kunnen leven met mensen, kunnen communiceren met mensen, vertrouwen kunnen ontwikkelen met mensen. Ja? Dus wanneer je een pup hebt, een jachthond, en het gaat er niet alleen over de Wells Spring Spaniel, maar bijvoorbeeld alle jachthonden, hè, de Cocker Spaniel, de Engelse Cocker, de staande honden, hè, de Vizsla, de Weimaraner, dat zijn allemaal honden die heel gemakkelijk in die jachtpassie zouden terechtkomen, omwille van het talent die ondergesneeuwd zit om met mensen om te gaan. Dus als we een pup in huis halen, is het heel belangrijk om in te zetten op omgaan met mensen. Om niet te snel allerlei dingen te gaan doen die dat jachttalent gaat ontwikkelen. Nee, om te kijken hoe kunnen we nu dat talent om in mensen om te gaan extra gaan activeren. Ja? En dat doen we door een hond zich veilig te laten voelen bij ons. Waardoor dat hij vertrouwen opbouwt. En als hij vertrouwen opbouwt, met ons in connectie wil blijven. En als hij met ons in connectie wil blijven, ja, dan is het gewoon niet nodig om hem te leren komen, want dat doet hij van nature. Ja? Het is belangrijk om te weten dat van zodra dat je begint met een hond te trainen om te komen, en er zijn heel veel manieren om een hond te trainen om te komen, dat je dan eigenlijk de hond van je weg duwt. Je duwt de relatie tussen jou en je hond, wordt wijder uit elkaar. Ja? Training betekent dat je op de vorm gaat gaan werken. Dat je vanuit je eigen perspectief gaat gaan werken. Dat je het verlangen hebt, mijn hond moet komen als ik hem roep. Ja? En dan ga je op de vorm werken, op het gedrag van je hond werken. En de connectiemethode werkt niet op het gedrag van de hond. De connectiemethode werkt op het welzijn van de hond. En welzijn is een gevoel van welbevinden. Van geen angsten, geen hevige emoties. Van contact met de sociale groep, van het bieden van basisnoden. En daar moet op ingezet worden. Maar zoals ik al zei, want het zou te gemakkelijk zijn om iedereen die nu een hond heeft, die zelfstandig jaagt,
En die bijvoorbeeld afkomstig is van honden met veel jachtpassie, hè, dus foklijnen, zou het voor mij, van mij niet eerlijk zijn om te zeggen, jongens, begint allemaal mee aan jullie relatie te werken. En als je een sterke relatie hebt, dan kan je met je hond in de natuur gaan en komt dat goed. Wel, je kunt in ieder geval vermijden dat je hond in omstandigheden komt waar hij hevige emoties heeft. En zoals ik al zei, hevige emoties, je hebt negatieve gevoelens en je hebt positieve gevoelens. Die horen bij het leven. Maar als ze hevig zijn, dat is gevaarlijk. Want dan gaat onze hond in die jachtdrift terechtkomen. Ja? Dus zowel angsten vermijden, als veel omstandigheden waar kleine prooidieren zijn, die noodzakelijk om die te gaan vermijden. En onze hond te beschermen. Dat is dadelijk dat zijn emoties kunnen ontspannen. Dat hij zich beter gaat voelen, dat hij zich veilig gaat voelen. En als hij zich veilig voelt, een lange tijd zich veilig voelt, dan bestaat de kans dat hij vertrouwen ontwikkelt in het omgaan met mensen. En hoe meer vertrouwen dat hij kan ontwikkelen in het omgaan met mensen, hoe minder dat zijn jachtdrift geactiveerd zal worden. Ja. Dus, ik beloof niks. Ja. Wat vooral belangrijk is, dat we een hond fokken die met mensen kan omgaan. En dat is net hetzelfde als bijvoorbeeld met de Mechelse herder en de Duitse herder. Hè. Mechelse herder, Duitse herder, die hebben ook die jachtdriften, maar die hebben nog veel meer dan dat. Hè. Die beschikken ook over meer talent om agressief gedrag te vertonen. Dus als we een Mechelaar of een Duitse herder gaan kopen bij een fokker die honden in een kennel kweekt in de plaats van in zijn familie, in zijn gezin, dan heb je kans dat de vaardigheden om met mensen om te gaan, dat die heel diep liggen en dat het heel veel moeite kost, zelfs misschien onmogelijk is, om op een goed niveau die talenten te ontwikkelen om met mensen om te gaan. En dan komen we in de problemen. En dat is met die jachthonden is dat net hetzelfde. Ja. Dus kijk wanneer je een hond aanschaft, dat je die aanschaft bij mensen die een honden in hun gezin hebben, die heel sociale honden hebben, waar je op bezoek gaat, dat je echt sociaal contact met die honden kunt hebben. En dan heb je de kans, hè, wel zeg ik de kans, nee, dan is de kans heel groot, dat je van zo'n jachthond als pup bij jou in huis neemt en dat je die gaat socialiseren met jou en met je gezin en dat er een connectie ontstaat waardoor die jachtdrift niet gaat ontsporen. Ja? Dus veiligheid komt hier weer op de hoek kijken en dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dus vergaloppeer je niet. Ga niet proberen om een hond met veel jachtpassie te proberen trainen. Ja, dat kan lukken hoor. Als je daar allerlei hulpmiddelen voor gebruikt, dan kan dat lukken dat hij niet meer jaagt en dat hij komt wanneer je hem roept. Maar dan is het niet oké voor het welzijn van die hond. Wanneer je emoties onderdrukt, gevoelens onderdrukt, en je doet dat lange tijd, dan zal je hond op termijn ziek worden. Misschien ga je 2, 3, 4 jaar met je hond kunnen wandelen, En ga je hem kunnen terugroepen als hij losloopt. Dan gaat hij niet in die jachtdriften terechtkomen. Hè. Maar na 3, 4 jaar ga je merken dat er een ander probleem zal ontstaan. Hè, vanwege de onderdrukte emoties en de onderdrukte gevoelens. Dus welzijn moet altijd bovenaan staan. Een hond die zich goed voelt, die vertoont geen probleemgedrag. Een hond die zich goed voelt in een sociale groep, in een gezin van mensen, die zit in connectie met mensen en die vertoont geen probleemgedrag. Die hond zijn jachtgedrag zal niet ontsporen. En daar heb je dan veel meer mogelijkheden mee. Wanneer je nu dus een hond hebt die dat wel zo is, geef ik jullie de raad om hem te beschermen. Om hem met hem om te gaan vanuit zijn kwetsbaarheid. En zijn kwetsbaarheid te verzorgen. En met die hond weg te blijven uit situaties die voor hem te moeilijk zijn. Zowel op emotioneel vlak angsten, als op emotioneel vlak het zoeken naar. Het zoeken en het najagen van andere dieren en balletjes en zo. Dat te vermijden. Voilà, ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Wanneer je vragen hebt, laat niet na om je vragen via Facebook of via mijn website www.debolster.be en dan op contact klikken en via e-mail naar mij te sturen. Want volgende week ben ik er terug met een nieuwe vraag. Ik wens jullie een fijne dag en tot ziens. Bye bye.